Dat Parijs 100 jaar geleden al de haarmode aangaf, werd gedemonstreerd op een coiffureshow in het Scheveningse Kurhaus. In 1856 schreven de Parijse Figaro's deze coiffure voor. Nu vangen ze alle vrouwen onder een netje met de ligne en cascade, de watervallijn, die eenvoudig, jeugdig en sportief is. Evenals verleden jaar is de nieuwe haardracht kort. De dames die verwacht hadden dat het haar weer lang zou zijn, moeten dan ook onder het mes. De Parijse grootmeesters Georges Méry en Henri Machin werkten hier à quatre mains. De gekortwiekte dames werden vervolgens de zaal ingestuurd, omdat het publiek haarfijn wilde weten hoe die Parijse coupe nu wel is. Oud-wereldkampioen Machin legde eigenhandig de krul erin. Ja meneer, er komt heel wat bij kijken om een vrouw aantrekkelijk te maken. In een edele strijd met hun Parijse collega's bewezen een paar van onze landgenoten dat ook zij met hun handen goede hoofdarbeid kunnen verrichten. De watervallijn is voor de Nederlandse vrouw bijzonder geschikt. Hij is in ons vochtige en winderige klimaat uitstekend houdbaar. Zo gekapt zal elke vrouw haar mondje kunnen roeren in de wereld van 1956.